Heren, graag een beetje midden op het veld, alstublieft. Ja? Okay. Heren, graag een beetje dichter op het veld. Midden op het veld, alstublieft. Goedemorgen, allemaal van harte welkom op deze eerste sterkste man van Gooi en Vechtstreek. Ik zal u nu even de deelnemers voorstellen. Oh, één moment, ik hoor dat er nog twee moeten komen. Dat is Ted van der Parre. Sterkste man van Nederland op dit moment. En bij de laatste wedstrijden van de wereld is hij vierde geworden. Verder heeft hij eigenlijk alle regionale wedstrijden die er zijn wel een keer gewonnen. De tweede is Rens Vrolijk. Vorig jaar vijfde bij de sterkste man van Harlingen en tweede bij de man van West-Nederland. Verder is Rens eerste geworden bij de bodybuildingwedstrijden van NABBA. De derde man is Berend Veneberg. Derde sterkste man van Nederland. En tweede bij de Nederlandse kampioenschappen powerliften tot 125 kilo dit jaar. De vierde man is Piet Flikweert. Eerste bij de sterkste man van Ouddorp. Tweede bij de sterkste man van Flakkee. En eerste bij de sterkste man van Pernisse. De vijfde man is Paul Smeets. Sterkste politieman van Nederland. En sterkste man van Noord-Nederland vorig jaar. De zesde man is Wil Marijs. Vorig jaar een zesde plaats bij West-Nederland. Dan krijgen we zijn broer Jack Marijs. Tweede plaats Nederlandse kampioenschappen powerliften. En eerste bij de sterkste man van Westland vorig jaar. Dan krijgen we nummer 8. Dat is René Malianka. Voor zover mij bekend is dit zijn eerste wedstrijd. Dan krijgen we Bram Degeling. Een 49-jarige man die voor het eerst aan zo'n wedstrijd meedoet. En er wordt bij vermeld dat het een enthousiast golfer is. Dus dat, er staat ons nog heel wat te wachten vandaag. Als de heren nu even een loodje willen komen trekken, dan gaan we beginnen met het eerste onderdeel, het vrachtwagen trekken. De chauffeur van de vrachtwagen, wil die de vrachtwagen op de plaats zetten zodat we met het eerste onderdeel kunnen gaan starten? Kom op, Rens. Je ziet, Rens gooit er een behoorlijk tempo in. We wachten nu even op de officiële tijd van de scheidsrechter. De tijd is 21 seconden rond.
wil Bram Degelink zich klaarmaken voor de volgende trek. Kom op, Bram. Bram is 49 jaar en doet vandaag voor de eerste keer mee aan een wedstrijd. Zoals u ziet, een oerkracht. Grandioos, Bram. De tijd van Bram is 20 seconden 18e. Een grandioze tijd. Paul Smeets, vorig jaar nog winnaar van de sterkste man van Noord-Nederland. Daar gaat Paul in zijn race tegen de tijd. Kom op, Paul. Het lijkt mij een snelle tijd. De tijd is 21-4. Iwat tegenvallend. Daar is Berend weg. Kom op, Berend, zet hem op, jongen. Mats. De tijd is 21-8. Wilma Rijs, vorig jaar zesde bij de sterkste man van West-Nederland. Kom op, Wil, alles uit de kast, jongen. De tijd is 25 rond. De volgende die de trek gaat maken is René Maliankai. Gereed houden Piet Flikwert. Kom op, René.
Gewoon mensen, moedig hem aan, hij heeft het nodig. Tijd is 22-2. De tijd van René Maliankai is 22-2. De volgende deelnemer is Piet Flikweert, helemaal uit Pernissen. Ted van der Parre, gereedhouder. Wat denk je, Ted? De tijd van Bram, ga je die verslaan? Gewoon je best doen. We gaan eerst even kijken naar het vuurwerk van Piet. Kom op, Piet. De tijd is 20:08. Goeie tijd, Piet. We gaan nu even kijken naar Ted van der Parre, sterkste man van Nederland. Als er iemand in staat moet worden geacht om deze tijd scherper te zetten, dan is dat Ted. Gereed houden Jack Marijs. In het begin maken ze kleine pasjes en naarmate de snelheid groter wordt, schakelen ze als het ware over naar de tweede versnelling. Het lijkt mij dat Ted een behoorlijke snelheid in heeft. En pats, daar ligt hij. Nou Ted, het is beter gegaan dan vorig jaar in Oosterwolde, want toen liep hij een zweepslag op dit onderdeel en toen lag hij er gelijk uit voor de rest van de wedstrijd. Een gigantische snelle tijd, 18.8. Ga er maar aan staan. Ja, je bent natuurlijk ook niet zomaar sterkste man van Nederland, hè? Klasse tijd, Ted. En helemaal heel gebleven, dat is het belangrijkste. Naast mij zit Ron Brewer. Man zegt dat is ook voor het eerst dat hij heel blijft, maar dat valt nog wel mee. We gaan nu naar de laatste deelnemer met het vrachtwagentrekker, Jack Marijs. We staan op z'n drieën nou. De ene, Ted van der Parre staat op 1, die oude en die andere zijn gelijk op 2, jij staat op 3.
Nou, moet wel zo blijven, anders zag ik te ver. Ze zijn allemaal eerst onder de eerste onderdeel, dan moest je eerst op. Ja, maar kijk, hier ben jij terecht voor. Hoe langer je bent, hoe beter het is. Kom op, Jack. Tempo maken. Kom op. Kom op, mensen. Moedig hem aan. Ik kan u verzekeren dat dit moordend is. 6,5 ton ellende achter jou. Goeie tijd, hoor. Wij gaan jou daar gewoon slaan als je niet hard genoeg had. De tijd van Jack is 21,9. We gaan 5 minuten pauzeren, dan kunnen ze even de punten optellen en uitrekenen. En daarna gaan we verder met het tweede onderdeel. Het tweede onderdeel is de dumbbellpress. Reis stopt met de wedstrijd, is geblesseerd met het vrachtwagen trekken. Over 2 minuten beginnen we met Piet Flikweert. Gereed houden Paul Smeets. Is de uitlaat van uw auto stuk? Bel Urani Bussen BV. Remt uw auto slecht? Bel Urani Bussen BV. Heeft u onderdelen nodig voor uw auto? Bel Urani Bussen BV. Urani Bussen BV, het grootste en best gesorteerde auto-onderdelenmagazijn in het Gooi. De dumbbells mogen worden aangegeven, omdat het al ontzettend veel kracht kost om ze van de pallets omhoog te tillen. 1, 2, 3, 4, 5. Elke keer wordt een volwassen kerel van 90 kilo omhoog gebracht. Kunt u zich dit voorstellen? 9 maal. Piet las een korte rustpauze in. Kom op, Piet. Er tegenaan, jongen. Ga nog makkelijk 3-4 keer omhoog. 10. Kom op, Piet. 10 maal. Stop, tijd, 10 maal.
De tweede deelnemer is Paul Smeets, gereedhouder Jack Marijs. Vorig jaar in Oosterwolde deed Paul het 16 keer. Aaron, jij deed het ook 16 keer. Tijd bij dit onderdeel gaat pas lopen op het moment dat de deelnemer hem voor de eerste keer uitstoot. Kom op, Paul. Kom op, Paul. Hij zit al dik boven vorig jaar. Kom op, Paul. Kom op, Paul. De armen moeten goed gestrekt worden, anders wordt de beurt niet goedgekeurd. Kom op, Paul, nog eentje, jongen. Kom op! Ja, 19 keer. Kilo in 1 minuut. De volgende deelnemer is Jack Marijs, gereedhouder René Maliankai. Kom op, Jack. Kom op. Even een korte break. Een geweldige prestatie, 22 maal. De volgende deelnemer is René Maliankai, gereedhouder Bram Degeling. Thank you.
Kom op, René. René haalt het volgens zich. 8 maal voor René Malianguy. Volgende deelnemer is Bram Degeling, gereedhouder Ted van der Parre. Kom op Bram, net zo goed presteren als met het eerste onderdeel, jong. Voor de mensen die het eerste onderdeel gemist hebben, Bram is gedeeld tweede geworden op het eerste onderdeel en doet zo voor de aardigheid een keer mee. Waarschijnlijk hoort Bram bij de oerkrachten. Kom op Bram! Ik ben bang dat het er voor Bram niet in zit vandaag. Toch applaus voor deze dappere poging. Jammer Bram. De volgende is Ted van der Parre, gereedhouder Rens Vrolijk. De zoon van Ted van der Parre staat hier naast mij en zegt zijn vader doet dat minstens 20 keer. We gaan het even bekijken. Kom op Ted, agressie in de strijd en gaan. Kom op Ted. 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. 15 keer. Kom op, Ted, stel je zo niet teleur, jongen. De tijd is om en 21 maal. Applaus, dames en heren. Ted, je zoon is trots op je, joh. Volgende deelnemer is Rens Vrolijk, Berend Veenenberg, gereedhouder. Tienmaal met de eerste poging. Dertienmaal. De laatste deelnemer is Berend Veenenberg.
Als er iemand in staat moet worden geacht om de 22 keer te verbeteren, is het deze man. Kom op, wereld, het publiek is ook voor jou gekomen. Laat ze wat zien, jong. Kom op, wereld. Negentien maal met de eerste poging. Kom op, wereld, mensen, moedig hem aan. Kom op, wereld. Dat was hem. Applaus, dames en heren. Gefeliciteerd, wereld. Klasse, joh. Wereld Veneberg. Tweede is geworden Jack Marijs met 22 maal. Derde is geworden Ted van der Parre met 21. Vierde is geworden Paul Smeets met 19 maal. Vijfde is geworden Rens Vrolijk met 13 maal. Zesde is geworden Piet Flikweert met 10 maal. Zevende is René Maliankai met 4 maal. Sorry, met 8 maal. En laatste is geworden. Bram Degeling met 0 maal. Kom op, Bram, dat is de eerste steen van 70 kilo. De tweede weegt rond de 90 kilo's. Dat is ook geen probleem voor Bram. De derde steen weegt 105. Of het een lucifer-doosje is. De vierde weegt 120 kilo. Goed zo, Bram. En nou de laatste van 135. Hij komt los. En dan gaat hij. Op de benen. De tijd stopt op het moment dat hij volledig op de kar ligt. Nu dus. Grandioos, Bram. De tijd is 55,18 seconden. Start! Daar gaan we. Ted is niet alleen vreselijk sterk, maar ook conditioneel heel erg goed. Wat een hele snelle tijd. En de vijfde. En pats, daar ligt hij.
tijd van Ted van der Parre is 28,2 seconden. Kom op, Rens. Moedig hem aan, mensen. Oh, oh, wat jammer. Kom op, Rens, hou het tempo hoog, jongen. En die laatste, kom op. En daar is hij. Applaus. De tijd van Rens Vrolijk is 33,9. Dag, Albert. Vlot allemaal gladjes. Zestien seconden nu. En dat was hem. De tijd voor Berend is 30,2. Geblesseerd, maar weer helemaal terug in de race. Dit kon wel eens een snelle tijd worden. Het hangt van de laatste steen af. Achttien seconden. Oh, kom op, Piet. Kom op, Piet. Snelste tijd. Drieëntwintig,8 voor Piet. Grandioos, Piet. Eerste plaats. Volgende deelnemer Paul Smeets. Gereed houden Jack Marijs. Er wordt momenteel een nummertje breakdance opgevoerd hier door een peuter van 10 maanden. Swing it out. Paul staat klaar voor de start. Oh, Paul, agressie, jongen. Tien seconden. 12 seconden. Weer een tijd. Rond de 17 seconden. Beloof wat voor de andere deelnemers. 18,8. Jack heeft er ook zin in. Ook een zeer explosief man.
13 seconden. Oh, kom op. Twee tienden. Voor Jack. Op René. Helaas. Kom op René. Hij kan erop, jongen. Want mensen moedigen hem aan. Het moet kunnen. Helaas. Timbers zijn beschikbaar gesteld door de organisatie Sterkste Man van Noord-Nederland. En daar gaat hij. Kom Jack, mensen moedig hem aan, want het is toch 190 kilo waar hij mee loopt op dit moment. Een klein beetje ondersteuning is goed. Kom op Jack, bijten jongen. De eerste 40 meter komt eraan. Ik denk dat Jack een beetje harder moet lopen. Want je raakt de grip in je hand het eerst kwijt natuurlijk, hè? Kom op, Jack. Bats. Nu 34 meter schat ik het in. Oh ja. Afstand is 52 meter 70 centimeter. De volgende deelnemer is René Maliangai, gereedhouder Bram Degeling. Ja, ik ga het ook. Ja, niet normaal. Hoeveel was het zijn 2 minuten of zo? Bezig. Hij is dik 2 meter. Daar gaat René in zijn poging om de afstand te overbruggen. Kom op, René. Je moet elke zaterdag met je vrouw boodschappen doen, dus je bent goed in training geweest.
afstand van René is 40 meter en 70 centimeter. Volgende deelnemer Bram Degelink, gereedhouder Ted van der Warren. Ik ben lang, hè? Ja, hij is lang, hoor. Maar het is eigenlijk een sterk, hoor. Wat ben je? Oh, 105. Nee, ik geloof niet van 105 minuten. Nee. De bocht is moeilijk, hè? Dat is een zware wat te zijn. Weet je nog een paar keer meer? Dat is waar het niet is. Ik ging even schouw opbreken. Normaal niet, toch? Nee. Normaal niet. Nee, klopt. Benen zijn niet echt kort. Nee. Bram Degelink doet geheel ongetraind mee aan deze wedstrijd. Vond het gewoon leuk om een keer mee te doen, dus een beetje support van het publiek er geen kwaad. Ja, hij was waardig geweest, hoor. Hij zijn tegen de 150. Ja, dat is goed geweest. Hij had eerst een strot aan zijn hond, maar we hebben gezegd, joh, doe die nou af, want dat staat zo gek. Wat denk je, Bram, hoeveel rondjes ga je lopen? Tweede tijd van 2, 3? Alle stenen gooien ze. Oké. Okay. Ja. Ongelooflijk. Met die spender, ja. met die rode dingen. Ja. Ja, gaat ja, zo is de brand in. Hartstikke leuk, hoor. Zomaar wel. Bluf, dat doe ik ook allemaal. Bluf, bluf, nog een bluf. Dat doe ik niet. Ik kan niet meedoen. Zo kan het. Ja, ja, helemaal niet meedoen meer. Ah, oh, respect voor. 24 mei. Aanstaande wordt er ook een sterkste manwedstrijd georganiseerd in Uitgeest en 6 juni in Oosterwolde. Kom op, Bram. Gaan met die banaan. Kom op, mensen. Moedig hem aan. Kom op, Bram. Kom op. Doorlopen. Tempo maken, Bram. Kom op, vasthouden. Eén rondje moet erin. Oh, jammer. Heerlijk, hè? Ja. Ja, dat is een aardig monster, geloof ik. Ja, je moet weet je wat dat weegt? Laten we kijken. Denk je? Maar 30 meter en 10 centimeter. De volgende deelnemer is Ted van der Warren, sterkste man van Nederland. Gereedhouder Rens Vrolijk. Wil een ieder die niets in het veld te maken heeft achter de hekken gaan staan? Heren van de organisatie, willen jullie ieder die niets in het veld te maken heeft uit het veld houden? Nou, de kinderen zo. Kom op, Ted, 100 meter zit erin, jongen. Kom op, Ted. Dat zijn de eerste 40 meter. Op naar de tweede. Kom op. Dat zijn 60 meter, Ted. Bijten.
100 meter moet kunnen, Ted. Kom op. Ik denk dat hij nog een rondje maakt en ze gewoon teruglegt. Dat hoeven de heren die ze terugleggen geen werk te verrichten. Een mooie afstand. Dat was een makkie, hè, Ted? Meter en 80 centimeter. Een applaus is hier wel op zijn plaats. De volgende deelnemer is Rens Vrolijk, gereedhouder Berend Veneberg. Rens krijgt een paar motiverende tikjes. Kom op, Rens. Kom op, Rens. Het gaat goed. Kom op, Rens. Bijt u, jongen. Kom op. Kom op, Rens. Mensen, wat een afstand. Kom op, Rens. Ja, kom op. Ja. Klasse. Ik goed, Rens, hè? Afstand is 97 meter en 60 centimeter voor Rens. Tweede afstand. Volgende deelnemer Berend Veneberg. Gereedhouder Piet Flikweert. Willen alle mensen die daar achter de deelnemers staan, een paar meter naar achteren, want jullie hinderen de deelnemers. Kom op, Berend. Kom, Berend. Kom op, Berend. Blijven gaan.
Je hebt kracht zat, joh. Kamperend. Kom mensen, moedig hem aan. Wat? ...60 meter en 50 centimeter voor Berend Veenenberg. Volgende deelnemer is Piet Flikweert. Gereedhouder Paul Smeets. Momenteel gedeeld tweede. Kom op, Piet. Kom op, jongen. Door blijven lopen. Snelheid maken. Kom op, man. Kom op, Piet. Doorzetten, jongen. Rond de 60 meter. De afstand is 60 meter rond. De laatste deelnemer op dit onderdeel is Paul Smeets, sterkste politieagent van Nederland. Kom op, Paul. Rond de 100 meter moet er voor Paul ook in zitten op dit onderdeel. Kom, Paul. Kom op, Paul. 60 meter heb je al te pakken, joh. Kom op, Paul. Meter, Paul. Kom op, jongen. 100 zit erin. Kom op. Daar komt hij aan. Ah, jammer.
92 meter en 70 centimeter voor Paul Smeets. Deelnemer klaar, scheidsrechter klaar. Ja, hij zal alles op zijn lijn gebroken over de tijd. Dan gaan we nu beginnen met de eerste beurt van Bram Degeling met het aanvangsgewicht van 80 kilo. U moet niet vergeten dat Bram helemaal ongetraind meedoet. Dat is toch een geweldige prestatie, want 80 kilo is toch een heel gewicht. De tweede beurt. Rens Vrolijk. Met 95 kilo. Ja, kom maar op. Gereed maken. René Malliankai. En in één keer omhoog. Applaus, dames en heren. Volgende beurt, Ted van der Parre. 100 kilo. Gereed houden, Piet Flikweert. Elke deelnemer heeft 4 beurten om een zo hoog mogelijk gewicht omhoog te brengen. Kom op, Ted. Hop, in één keer. Mensen, wat een machtsvertoon. Applaus. Piet Flikweert met 100 kilo. Gereed houden Paul Smeets met 115.
Willen de heren deelnemers die al geweest zijn even hun tweede beurt opkomen geven bij Ron? Kilo voor Paul. De volgende deelnemer is Jack Marijs. Nee. Is Jack Marijs met 120 kilo. Gereedhouder Berend. En een klassebeurt voor Jack. De volgende is Berend Veenenberg met 125 kilo. Het Nederlands record. Boomzandtiller staat op naam van Challing van der Bos met 150 kilo. Of we daar vandaag aan toekomen is natuurlijk de vraag. Fluitje van de cent voor Berend. We gaan nu het gewicht weer naar beneden brengen voor de tweede beurt van de deelnemers naar 90 kilo. Voor Bram Degeling. Kom op Bram, zal ik op je jas passen, joh. Ja. Kom op Bram, hè. Kom op Bram, die boomstam moet omhoog met die 90 kilo. Kom op, met zijn moedige man. Ja, veel makkelijker dan 80 kilo. Klasse jongen. Grote klasse man. Hartstikke goed, ging veel makkelijker. Rens Vrolijk met 105 kilo. Gereedhouder Piet Flikweert. Niet weglopen dan. Vriendschappelijk tikje ter motivatie. Kom op Rens. Het voorslaan geeft geen enkel probleem. En hoppa! Piet Flikweert met 115 kilo. Gereedhouder René Maliangai.
115 kilo voor Piet Flikweer uit Ouddorp. Kom op, Piet. Kijk eens, mensen, puur op kracht. 115 voor Piet. Klasse. Volgende deelnemer is René Malliangai met 120 kilo. Gereedhouder Ted van der Parre, ook met 120 kilo. Kom op, René. Het is ook voor René zijn eerste wedstrijd. Kom op, René. Makkie. Volgende deelnemer, Ted van der Parre, gereedhouder Paul Smeets. Willen de heren de derde beurt even opgeven? ...120 kilo voor Ted van der Parre. Makkie, Ted. De volgende deelnemer is Paul Smeets met 125 kilo. Gereedhouder Jack Marijs, ook met 125 kilo. Annie, ik heb een beetje trek in iets. Kom op, Paul. Goeie beurt. Volgende deelnemer Jack Marijs, gereedhouder Berend. Kom op, Jack. Ron. Berend met 140 kilo. ...140 kilo voor Berend. We naderen het Nederlands record. Voorslaan is geen probleem. Wereld kent het uitstotend ook niet. Oh, in één keer. Klasse, Wereld. Ja.
We gaan de stam 100 kilo maken voor Bram Degeling. En gereed houden Rens Vrolijk. Wil een ieder die dat nog niet gedaan heeft zijn volgende beurt aan Ron opgeven? Kom op Bram, hè? Die 100 moet ook kunnen, joh. Kom op Bram, kom op Bram, het kan. Hoppa, helaas. Volgende deelnemer, Rens Vrolijk, gereedhouder Piet Flikweert. Ja, het is gebeurd nou, hè? Rens Vrolijk gaat voor 115 kilo. Kom op Rens, daar komt hij. Ja, 115 kilo. Volgende deelnemer is Piet Flikweert voor 125 kilo. Gereedhouder René Malianga. Kom op Piet, en omhoog dat ding, kom op, kom op, op je hoofd en nou eruit, kom op, klasse jongen, je bent niet helemaal uit Ouddorp gekomen om de kastjes uit de boom te kijken hier, hè? Kom op. Volgende deelnemer is René Malyangai, voor 130 kilo. Gereedhouder Pet van der Parre, ook voor 130 kilo. Kom op René, wat voor een tikkie. Fred, ik klein stukje aan de kant. Nou ja, sta je voor de videocamera, doe je goed. Dan gaat René voor zijn tweede poging. ...130 kilo voor René. Daar gaat hij. Ah, jammer. Stopt hij ermee? Ja, hij stopt ermee. Ted van der Parre, ook voor 130 kilo. Ja.
Er wordt van de organisatie uitgevraagd of het ieder achteruit wil gaan, want als die boomstam naar beneden komt is de ellende niet te overzien. Ook die meneer met die videocamera die daar zit. Die boomstam weegt 130, komt hard aan. Gereedhouder Jack Marijs. Kom op, Ted. Kom op! Door zijn lange arm is Ted met dit onderdeel een tikje in het nadeel. Kom op, Ted, laat je op en probeer het nog een keer, joh. Kom op, mensen, moedig Ted dan. Helaas. Bijna. Nee, het zit er niet in. Volgende deelnemer is Jack Marijs. Gereedhouder Paul Smeets. 130 kilo moet er aan voor Jack. Mensen gaan achteruit. Een herhaald verzoek van de organisatie. Kom op, Jack. En daar gaat hij. Klasse. Mooi. De volgende deelnemer is Paul Smeets. Voor 135 kilo. Berend slaat een beurt over. Die staat hoog en droog op 140 en die kijkt even af wat de concurrentie doet. Paul Smeets voor 135 kilo. Kom op, Paul. Kom op, Paul. Je kent het wel, kom op. Bijna. Nog één keer, kom op. Jammer, jammer. Kom op, Paul. Nee, jammer. Paul heeft de tijd nog om nog een poging te wagen. Even de batterij bijladen. Paul, doe je nog een poging? Paul doet nog een poging. Oké. Okay. Wil het publiek even voor de vrachtwagen weg, want de vrachtwagen gaat nu naar voren. Het ziet er naar uit, Berend, dat je niet meer hoeft. Of pak je nog een poging?
Ga je de 150 pakken? Of ga je er overheen? Berend houdt ons nog even in spanning. Klein staaltje machtsvertoon bij het boomstand tillen. Ja. Daar gaat Paul. Voor zijn tweede poging. Kom op, Paul. Moedig hem aan, mensen. Hij heeft het nodig. Kom op, Paul. Je kan het makkelijk, man. Kom op. Nee. Het is op. Applaus voor Paul Smeets. De volgende beurt is Rens Vrolijk met 120 kilo. Dit is de laatste beurt voor de deelnemers. Gereedhouder Piet Flikweert. Kom op, Rens. Rens, Nederlands kampioen bodybuilder. Legt zich het laatste jaar ook toe op sterkste manwedstrijden. En presteert ontzettend goed. Kom op, Rens. Kom op, Rens. Daar komt hij. Nee, jammer. Nee. Misschien even pauzeren en nog een keer proberen. Beetje advies van de coach. Niks, Rens. Kom op! Oh, wat jammer. Kom op, Rens. Nee, nee, helaas. Het zit er niet in voor Rens vandaag. Misschien 6 juni in Oosterwolde, Rens. Jack Marijs voor 143 kilo in zijn laatste beurt. Eerst Piet. Piet voor 130 kilo. Wat denk je, Bouke? Kom je ook op dit niveau terecht in Oosterwolde? Hangt erom. Kom op, Piet. Piet met 130 kilo. Kom op, jongen. Voorlegt hij. Nee. We geven het nog niet om, zegt Piet.
Jongens, willen jullie achter de omheining blijven of wat er voor door moet gaan? Kom op, Piet. Kom op, Piet. Nee. Helaas. Het zit er niet in voor Piet. Volgende deelnemer. Jack Marijs met 143 kilo. Berend houdt het spannend. Die heeft nog geen laatste beurt opgegeven. Als Jack de 143 kilo niet tilt, hoeft Berend niet meer. Dan is die winnaar met 140 kilo. De Haatjack voor 143 kilo. Kom op, Jack. Laat je niet kennen, jongen. Kom op, mannetje. Kom op! Moedig hem aan, mensen. 143 kilo. Nog een keer, kom op! Nee, helaas, helaas. Doe je nog een poging, Jack? Nee. Ja? Nee. Dan krijgen we nu Berend. Het Nederlandse record staat op 150 van Tjalling van der Bos. Berend gaat er overheen. Berend gaat 152 kilo proberen. Dit is wel een applaus waard. 6 juni houden wij in Oosterwolde ook een sterkste manwedstrijd. En daar zit het Nederlandse record boomstam tillen in. Dan doen er nog meer mensen mee die heel erg sterk zijn op dit onderdeel. Die zijn helaas op deze dag niet aanwezig. Omdat ze elders verplichting hadden. Dus dat belooft een hele spannende strijd te worden. Lijkt het op Paul, kunnen we jou volgend jaar ook noteren als deelnemer? Nee? Jongens, let op. Daar gaat Berend voor zijn 152 kilo's. Dit zijn geen gefixeerde kilo's, dit zijn echte kilo's. Kom op mensen, moedig hem aan! Kom op Berend,
Hij is voor jou, verdomme. Kom op, Berend. Fred, schuif eens een stukje op, joh. Kom op! En nou eruit, Berend. Kom op! Hop! Ja! Klasse! Klasse! Ja! Steengoed, Berend. Geweldig! Eerste plaats met boomstam tillen. Berend Vredenberg. De gereedschapkist weegt 22,5 kilo. Het is de bedoeling om deze zo lang mogelijk met gestrekte armen voor zich uit te houden. Niets te maken heeft er van weg. Roeland door de knieën, jongen. Zakken, mensen. Het publiek wil ook iets zien. Kom op, mensen, vasthouden! De tijd van Rens Vrolijk is 36,19 seconde. En de tijd van Ted van der Parre is 43,2 seconden. Volgende twee deelnemers. René Maliangai en Bram Degeling. 20,5 kilo. Kom op, Bram. Vasthouden, jongen. Kom op, René. De tijd voor Bram Degeling, 14 seconden rond. De tijd voor René, 31,1 seconden. Kom op, mannen, volhouden. Tijd van Berend Vredenberg, 33,18 seconden. En de tijd van Piet is 36,2. Mensen, gaan nou een beetje eromheen weg, dan kan het publiek ook iets zien.
Hallo meneer, zou u misschien... Mensen, allemaal achteruit. De tijd van Jack Marijs is 37 seconden rond. En de tijd van Paul Smeets is 43,4. 2/10 seconden langer dan Ted van der Parre. Over circa 15 minuten gaan we verder met het laatste onderdeel, de biervatenrace. En ieder die niets in het veld te maken heeft, wordt vriendelijk verzocht om buiten de baan te gaan staan. Want dit kan echt niet, mensen. René Malianka heeft een tijd neergezet van 40 seconden rond. Bram Degeling 50,18 seconden. Deelnemers klaar, scheidsrechter klaar. Onze tegenstander, man. Hè? Wat is dat?
Rens Vrolijk heeft een tijd neergezet van 33,2 seconden. Jack Marijs 36 seconden. Deelnemers klaar, scheidsrechters klaar. Die meisjes staan aan de kant, ga daar weg. Dames, weg daar. Zullen die meiden even weg daar? De tijd van Berend 38,14 seconden en de tijd van Piet 46,19 seconden. Krijgen we nu de laatste twee, Paul Smeets, Pep van der Parra. En ieder die niets in de baan te maken heeft, wil die even aan de kant. Dit is een belangrijke strijd, want dit gaat om de eerste en tweede plaats. Tot op heden heeft Rens Vrolijk de snelste tijd neergezet. 33,2. Deelnemers klaar. De race is voor Paul. We gaan nu de punten uitrekenen. En de nummer 1 is geworden Rens Vrolijk. Nummer 2 is geworden Paul Smeets. Nummer 3 is Ted van der Parre. 4 is Jack Marijs. 5 is Berend Veenenberg. 6 is René Malianghaai. 7 is Piet Flikweert. En 8 is Bram Degeling. Nou mag je. Goed. Wat denk je dat je het eindigt? Ik hoop de derde, dus dat is goed is.
Wat is het moeilijkste onderdeel? Vrachtwagen. Dat is het eerste onderdeel. Ja. Heb jij je krachtverhouding verspild? Nee, ik ben te licht voor. 110 kilo en dan kom je gewoon gewicht tekort. Wat is het mooiste onderdeel voor jou? Boomstam tillen, dat is wel leuk. Hoe het gaat? De sfeer was helemaal te gek, helemaal te gek. Tof, tof, zouden wij zeggen in Rotterdam. Ja. De kletsen wel te knijten. Ja, zeker weten. Welk onderdeel was je het beste? Ik vond voor mezelf boomstam vond ik toch wel geen. Maar het was mijn eerste wedstrijd, dus de zenuwen die speelden op party. Maar ging goed? Maar het ging voor de rest prima. Oké. Okay. Jo, was jij eerste? Nee. Nee? Die andere lelijke grote man moet je hebben. Maar je hebt zo'n groot bestuur, dus waarom word je de eerste? Dat weet ik niet. Kijk jij zo? En liever. Ik hoop dat. Weer gewonnen? Gedeeld tweede. Of weer gedeeld eerst, voel ik. Maar als je nou het uitrekenen wie op de meeste keren gewonnen heeft. En als dat weer gelijk is, dan gaan ze weer kijken wie er staan weer. De beste van? Ja. En dan krijg je een uitslag. En hoe je uitvalt? Ik weet niet of je gewonnen hebt. Nee. Welk onderdeel ging nou het beste? Ja. Dan ben je gespecialiseerd? De vrachtwagen, dat gaat altijd wel goed. En de rest is ook vrij redelijk. Vond je het eigenlijk leuk om dingen met twee te doen dan met in je eentje? Ja, nu is twee hoe iets moet doen, is wel leuk natuurlijk. Er heeft wel meer concurrentie zijn. En voor de mensen ook wel leuk om te zien. Is voor jou ook meer op of niet? Nee, je loopt op je eigen race. Daar maakt het niks uit. Maar het is gewoon voor de toeschouwers en ja, voor de spanning door mij is het wel leuker. Moet ik zelf nog wat te zeggen? Nou, even keren. Nou ja, wat moet ik zeggen? Ik val in de bus. Ja, ik zie niks van bussen, maar ik heb een plein hier zo. Ja, okay. Voor de rest is het warm, want het is gelukkig droog. Dus ja, er zijn allemaal kakkers rond. Ben je dat, hè? Ja. Die kerst je nog niet gezien? Nee. Ja, die komen met zulke dingen niet kijken. Want ik denk altijd dat ze allemaal criminelen er al meedoen. En die hebben eigen meningen lopen, die krachtsporters. Maar ja, het is gelukkig zo. Lopen ook een poesje, lopen tussen. En een sportschool houden en een stijger bouwen. En nog wat. Oké, perfect. Dat wordt allemaal opgenomen. Het wordt allemaal opgenomen. Oh, ja. We zitten met die bal leggen verder. Wat is vragen? Dat je op dat plaats denk je te eindigen? Nou, ik denk 5 of zo. Ik weet het niet. Ik denk, laatste, want die won ik. Nee, ik ben niet zo sterk met mijn schalen. Zie. Dus die boomstam en die dumbbells, dat wist ik van tevoren al dat niet goed zou gaan. Alleen die stenen die vielen tegen, want in Friesland had ik die ook gedaan. En ik pakte gewoon die derde en gooi ik op, maar nou niet door het gewicht, maar ik had hem verkeerd gedaan. En hij rolde gewoon af. En dan wacht weer pakken. En dan ben je een beetje paniek gehad, maar rolt hij er weer af. Ja, dat kost 6 of 8 seconden. Ja, dat scheelt niet groot. Ja. Dat is dan weer de pech. Die had ik ook goed moeten doen. Ja, voor de rest waren er niet echt mijn onderdelen. Ik heb in ieder geval deadlift of aard omgehaald, weet je, maar dat zat er nog niet mee. Misschien de volgende keer. Maar dat was lekker weer. Ja, dat was heerlijk. Lekker weer, ja. Dus ik heb hartstikke misschien. Dankjewel. Is er niet de politieman van bussen? Ja, dat is eigenlijk de politieman van Nederland. Ja, bedoel maar, hè. Ja. Waarom is de pet dan niet op? En waarom is het hoofdschaaltje? Ja, dat is geheim. Vertel ik niemand. Ja, we hadden het allemaal leuk gevonden als je een politiepet op gehad hadden. Ja, ik had een heel mooi jasje met politie achterop, maar het ging niet regenen, dus valt me alleen als het zou regenen, dan had je het aangetrokken. Ja, want je moet er toch rekening mee houden. Kijk, ik had al een idee voor sponsoring en dat soort dingen door mensen bijvoorbeeld in feestkostuums dat soort dingen te laten bedragen. Zodat mensen al veel meer sneller hun idool zouden hebben, bijvoorbeeld van de feestartikelenwinkel die Maar als jij de politie was geweest, toen was het toch ook wel leuk geweest. Ja, maar mijn... Nou, het is één idool gehad. Ja, dat is zo, maar mijn baas sponsort niet, dus het is puur eigenbelang dit. Wat was het leukste onderdeel voor jou? De laatste, ja. Want dat is me altijd vooraf geweest. En ik denk als ik hem op dit onderdeel pak, al word ik laatste, had me niet uitgemaakt, maar ik pak hem gewoon op dit onderdeel. Hij is altijd sneller als mij geweest en nu ren ik hem dan wel weg. Dus dat is voor mij gewoon een teken. Dus dat ik nu in het begin van het seizoen goed in mijn ritme kom. En dan met genoeg wedstrijden voor de boek. Nou, eens kijken wat er wordt. Ja, dag is goed. Prima, dik tevreden. Dankjewel. Oké, graag. Hoe zijn uw reacties op de dag van vandaag? Een hartstikke leuke dag gehad. Ja? Ja, ik heb het echt verschrikkelijk naar mijn zin gehad. Ja. En ik vond het hartstikke leuk. En hoe persoonlijk uw resultaten? Bent u tevreden? Ja, ik ben 49 jaar en ik heb dit nog nooit gedaan. Die steen had ik nog nooit geteld. Nee.
En ik ben één keer eens een keer met iemand meegeweest om zo'n vrachtwagen te trekken. Ja, ja. Ja, en dan word ik op deze dag word ik in één keer tweede met vrachtwagen trekken. Dit is toch een waanzinnig. Je was helemaal ongetraind. Ik was helemaal ongetraind. Nee, ik heb geen enkele ervaring. Nee. Maar. En hoe kom je er zo bij om mee te doen? Ja, je ziet dat op televisie. Ja. Je kent toevallig, Ted van der Parre. Ja. 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 Ik maak een praatje met hem en ik zeg op een gegeven moment van joh, is het misschien wat voor mij om mee te doen? Hij zei natuurlijk, ik heb het aangevraagd en ik heb mij geen geschreven, ik kom op mee. Ja. Je doet helemaal niet een krachttraining of? Nee, ik speel golf. Heel goed. Ja, ik geloof dat ik één na laatste ben, maar nou ja, okay, als het maar goed resultaat is. Nou, ik vind ook, als je ziet... Persoonlijk? Ja, als ik zie dat de meeste 20 jaar jonger zijn dan ik. Ja. Als ik dan zie dat ik eigenlijk gewoon maar ook geen techniek heb in die dingen. Nee, ja. Inderdaad. En dan, ik sta het echt, met de meeste dingen sta ik het van anderen af te kijken hoe dat moet. Ja. En bijvoorbeeld met die stenen was ik als eerste van de beurt. Ja, en dan verlies je natuurlijk een hele tijd, omdat je niet weet hoe dat... Je weet niet hoe, nee inderdaad. Nee, dus je pakt dan gewoon die steen op, terwijl die jongens duidelijk technieken hebben. Ja. Wat mij vandaag is erg is opgevallen, dat er een hele hoop technieken in zitten, dat wat te vergelijken is. Bijvoorbeeld of wat misschien wel mechanica is. Dat ja, denk ik ook wel, ja. Gewrichten en heupen moeten neergezet worden. En dat vind ik echt schitterend. Ze zijn heel erg mee bezig. Ze doen natuurlijk niet zomaar wat. Ja. Die jongens zijn natuurlijk oersterk. Ja. Dat is Ted van der Parre neemt op een pal. Dat is echt... Dat is reuze, ja, ja, echt. En wat mij het meest trekte, als je tegenwoordig... We praten dan over voetbal en een hele hoop andere sporten. Ja. En verruwing. Ja. Het is rauw. Ja. Het is onderling. Hè. Is er eigenlijk allemaal haat en uit. Ja. Terwijl dit zo leuk is. Ja. Terwijl dit zo sympathiek tegenover elkaar inderdaad. Is. Ja. Ja. En nummer 2 staat nummer 1 aan te moedigen. Terwijl die nummer 2 makkelijk nummer 1 kan worden. Ja. Nou, ik vind het mooi kijken. Ik heb wat tv Ja, wat moet dat? Hoe moet dat? Dag cameraman, bedankt dat je overal met je neus bovenop staat vandaag. Je liep wel verschrikkelijk in de weg, maar dat zullen we je niet kwalijk nemen voor deze keer. En dan moet je die camera gauw weghouden voor je hem ergens instopt waar je hem liever niet hebt. Op de 8e plaats is geëindigd Bram Degeling. Op de 7e plaats is geëindigd René Malliangai. Op de 6e plaats Piet Flikweert. Groot lijf verplaatst langzaam, hè? 6e plaats voor Piet Flikweert. Op de 5e plaats is geëindigd Rens Vrolijk. Rens, je krijgt nog een envelop voor het winnen van de biervatenrace. Op de 4e plaats, Berend Veenenberg. Op de 3e plaats, Jack Marijs. Op de 2e plaats, na een nauwkeurige telling, want ze hadden alle 2 eerste plaatsen, 2 tweede plaatsen, 2 derde plaatsen, maar Paul had een gelijke derde plaats, dus Paul is 2e geworden.
van Oosterwolde. En eerste is geworden Pat van der Padden. Pat van harte, jong. Goed mensen, ik hoop dat jullie je vermaakt hebben en ik hoop tot volgend jaar. Prettige dag verder.